Hallo mensen van Biontown, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van de XXL Gameplay. Vandaag in de XXL Gameplay Counter-Strike Global Offensive. Wees gewaarschuwd, in deze game ben ik fucking slecht. Ik zuig fucking hard. Onthoud dat gewoon eventjes. En onthoud ook eventjes gewoon het kleine dingetje dat als je YouTube-video's maakt, zoals ik, dat je grotendeels bezig bent met het commentaar en niet met de game. Geloof me, ik ben al slecht van mezelf, maar als ik dan ook nog eens een lopend verhaal moet doen, terwijl ik aan het spelen ben, ben ik nog eens triple zo slecht. Ik ben trouwens level 2 in de game, omdat ik het heel weinig speel. En omdat ik level 2 ben, kan ik geen echte Counter-Strike potje spelen. Ik kan alleen maar gun games doen, of zoals het hier heet, Arms Race. Je begint met een wapen, maak je iemand dood, krijg je een nieuw wapen. Dat doe je totdat je heel veel wapens hebt en zo. Bam, ik heb een kill. Mam, de camera. Oh, dat is een teamgenoot. Gezellig. Je moet dus net zo lang mensen doodmaken totdat je het laatste wapen hebt en dan weer een kill maken. En dan win je. Dat is hartstikke gezellig. Boom, nieuw wapentje. En ja, verder heb je ook nog iets van een KD, zeg maar. Yes! Ik ga nog best goed. De gast die in het rood is, dat is de nummer 1 van het andere team. Om het extra moeilijk te maken voor de nummer 1 is hij zichtbaar op de map. En daar staat hij trouwens. Hey, Pik. Ik ga tot nu toe nog best wel goed. En als allerlaatste wapen krijg je een gouden mes. En daar is het best wel moeilijk mee spelen. En als je daarmee iemand neersteekt, dan win je. Dat is hoe je Arms Race speelt. En dat doe ik soms. Ik vind het best wel leuk. Ik moet zeggen, het is leuk om te doen. Fuck jou! Wow! Dat ging minder goed dan verwacht. Dus Rick, jij hebt het over dat felbegeerde goede commentaar waar je het over had. Nou, kom maar op. Nou, lieve kijkers. Ik at laatst een eierkoek. Dat is sowieso al goed. Wow, die gasten campen mijn moeder. Ik at een eierkoek. En toen las ik dus de eierkoek verpakking. Dat was wel schokkend, want daar stond dus in. Wow, daar is die gast. Ah! Wow, ik was bijna dood. Ik schrok me een klein beetje de tering. Maar als ik nu een gast in de deur open, dan heb ik eigenlijk geen kans. Oh, toch wel. Oh, ik zit al op level op wapen 3. Oh, daar zit nog een gastje. Met zijn zonnebril. Ik las de verpakking van de eierkoek. En dat vond ik erg schokkend. Want hij bevatte dus ei. En dat wou ik gewoon even delen. Ik doe het nog best goed voor mijn gevoel. Weet je, mijn KD is 7 om 5. Dat is in principe gewoon positief. Je moet positief blijven ook in dit soort video's. Dus ik ben niet heel ontevreden. In principe, als je een positief KD hebt, ben je beter dan de gemiddelde speler. Want de gemiddelde speler heeft precies een neutraal KD. Bam! Die gast heeft me af in mijn rug. En toch had hij me niet. Omdat hij een nerdje is. Oh. Zit die gast nog steeds in die ene kamer? Want dan begint het wel een beetje triest te worden eigenlijk. Oh, daar zit hij weer. Oh, met z'n tweeën. Oh, je denkt iedere keer. Oh, eentje. Die pak ik wel even. En dan heeft hij dus een vriendje bij zich. Ik denk gewoon een dikke tip voor mijn gameplay. Dat ik gewoon niet meer die kamer in moet gaan. Oh, wat ging je naar het raampje toe dan? Ik denk als ik die kamer gewoon niet meer inga, dat het me heel veel deaths bespaart. Dit wapen is trouwens heel fijn, want dan komen mensen via die deuropening naar binnen. Schiet je zo in een face of gasten op het dak maken je kapot, zoals ik zojuist gedemonstreerd heb. Ik weet ook niet of mensen dit soort gameplays leuk vinden van mij, want dan wil ik het ook best in principe op mijn eigen kanaal gaan doen. Ik vind het namelijk hartstikke leuk. Ja, weet je, je moet toch wat met je leven. Ik ga toch weer naar boven toe. Ik ben echt een wagenhals op dat gebied. Oh, daar is die rode gast. Oh, kom maar, kom maar. Oh mijn god, ze zijn overal. De gedrogeerde koala is aanwezig. Werkt het ook een beetje als je niet door de scope kijkt? Nee, eigenlijk niet. Nee Rick, je kan beter wel gewoon de scope gebruiken. De scope aanrijden. Scheiße. Daar zit er ook nog één. Ik heb hem gezien dit gezeik. Waarom zijn jullie met zoveel jongens? Ik kan er maar één tegelijk kapot maken namelijk. Oh, dat ging best goed eigenlijk. Ik heb er eentje gesloopt. Ben ik wel trots op eigenlijk. Oké, okay, deze deur kan ook open blijkbaar. Ik ga er gewoon achter staan. Gooi maar open, ik schrik in je gezicht. Of niet. Er is ook een raam. Voor de liefhebbers van raam. Ik kan ook weer naar boven gaan. Met een hoge kans op doodgaan. Fuck. Fuck jou, Bobby. Je moeder is een hoer en je vader is een slet. Ik heb een KD van neutraal. 1. Een KD van 1. Ik zie daar een mannetje lopen hoor. Ik speel meestal graag counter-terrorist, omdat ik gewoon mezelf heel erg heb aangeleerd hoe de terroristen eruit zien. Ik moet gewoon het gebouw niet ingaan. Misschien moet ik gewoon het spel niet spelen. Als je niet dood wil gaan, gewoon niet spelen. Goeie tip van mij. Oh, hij springt op het hek! Hij springt zoveel! Nee! Oh, ik let er nooit op, maar waarschijnlijk ben ik vaak ook net wel dichtbij, dat ik ze net niet dood heb, weet je wel. Oh, die gast is ook een beetje aan het springen. Met z'n tweeën! Oh, knal Drik ze allebei neer! Ja hoor!
Kijk, dat is mooi. Nu heb ik een sniper. Hier kun je wel heel vies mee gaan spelen. Als je niet dood wordt geschoten door Dirt Koala. Kijk, die gasten slopen eventjes. Die gasten kan ik net niet slopen door het gebouw heen, maar... Die gasten wel. Kijk, dit is wel een lekker puntje hoor, met zo'n wapentje als dit. Het is niet de sniper van mijn dromen, maar... Ik kan hiermee redelijk mensen doodmaken. Hoop ik. Dat is ongeveer het plan dat ik in ieder geval in gedachten had. Van nou, ik schiet er een paar mee dood en dan zien we hem alweer. Kijk, zoals dit. Ga die trap maar op, boef. Oh, hij is de trap al op. Nou, laat dan maar. Daar staat er ook eentje, geloof ik. Ja, had ik al gezegd dat ik niet zo goed ben in het spel? Of is dat nieuw voor jullie? Godverdomme zeg! Doe eens niet, Benno! Bzendo! Man, dude, gozer, gast. Hey, kan ik hem vanaf hier raken? Wow! Wat is Rick goed! Ik heb nu een shotgun. Je ziet trouwens linksboven, de beste persoon zit nu op wapen nummer 12. Ik zit op nummer 7. Dus er is werk aan de winkel. Liep net de gast voorbij, maar ik ben hem kwijt. Hij loopt achter me aan! Shite! Has gotten revenge. En terecht. En wraak is zoet. En ja. Dus dat. Ik wil mijn vriend wreken, maar het lukt niet. Dus ja. De beste persoon is op wapen nummer 13. Maar de laatste paar wapens staan vaak wel een beetje moeilijk. Dus het kan soms best wel zijn dat iemand een beetje stil staat op 16. Want dan moet je dus iemand niven. Dan word je toch wel vaak een beetje sneaky. Oh mijn god zeg. Jemig. Het is ook best wel een open plekje hoor. Als je zo dat huis binnenloopt. Niet de meest veilige plek om je kinderen op te voeden, zeg maar. Hey, wat ben jij aan het doen, jong? Wat een leuk plekje hier, hoor, bij het raam. Mensen verwachten niet heel erg snel dat hier iemand staat. Oh, daar staat trouwens wel iemand. Moet hij naar me toe? Kip zat, hey! Het hielp niet, maar het is wel lekker. Oh, mijn leven. Oké. Er zitten hier nog een paar gasten. Ja, dit wapen is dan weer niet heel fijn voor verre afstanden, zeg maar. Nu gewoon een beetje dichterbij. Oh, wat een chaos. Nee! Nee! Die fucking Drug Koala! Iedere keer weer in mijn kont gehad. Oké, wat is het? 16, 15, 18. Ik begon met een positief KD. Maar toen werd het allemaal heel negatief. Fucking door, ik wilde net naar je toe. Ik dacht, er zit allemaal klim op voor. Daar klim ik wel omheen, dacht ik. Maar dat viel dus tegen. Ik heb geen goed wapen om in een fucking open veld te spawnen. Maar meestal ligt het aan mij. Maar deze keer tref ik het ook gewoon niet, weet je wel. Waar zag ik die gast weer? Oh! Wow! Mijn reflexen zijn niet zo goed als dat ze ooit waren. Oké dan. Wie wil er kapot? Ik niet. Yeah, yeah. Wie wil er kapot? Jij wel. Ik moet ze ook iedere keer twee keer raken, jong. Of je moet die loop in hun buik pompen en dan schieten. Of het wordt twee keer raken. Man! Ik was net gespawnd. Doe eens rustig! Dit is niet mijn beste potje ooit. Laten we het daarop houden. Zullen we het daarop houden? Ik wil het er liever niet op houden. Oh, mijn god. Zie, daar zag ik... Oh, mijn god. Ja, joh. Hè? Waarom niet? Waarom zouden we Rick niet helemaal compleet vernederen? Ik dacht, oh yes, een shotgun, dit is echt handig. Want eerst schiet je die keer naar boven en dan helpt zo'n shotgun inderdaad. En nu niet. Ik ga hier lekker staan met mijn sniper. Oh, ik had iets, denk ik. Ik zag even gauw een ploepje in beeld. Ja. Er zat er iemand op het dak. Er is iemand in het huis. Ze zijn overal. Shit. Fuck jou, jongen. Fuck jou. Nou, dat was het eerste potje. Heeft iemand zin in nog 30 potjes? Yeah! Ik was nog derde van mijn team. Dat zegt iets over hoe hard mijn team balletjes zuigt. Mijn team zuigt balletjes. Hier is een Twix. Oké, dan mogen we stemmen. Ik speel eigenlijk alleen maar Safehouse en Lake, want die ken ik. We doen gewoon nog een keer Safehouse. Dat was deze, toch? Of was... Ja. Safehouse heeft redelijk veel vinkjes, als ik het zo zie. Een beetje overkill. Dit is Safehouse. Dat is de meest gespeelde map voor deze game mode in ieder geval. En Lake is aan een lake. Wauw. Dead Zeno 15 zegt easy. Oh, wat ga je haten dan, Zeno? Je moeder stinkt naar eierkoeken. Die ze in de kut stopt. In de kut verstopt misschien zelfs. Ik ga weer bij de counter-terrorist, want ik vind... wat ik heel leuk vind aan deze game ook is dat de terroristen zien er in ieder level anders uit. Als je van die Midden-Oosten levels hebt, dan zijn het ook allemaal van die mannen in jurken. Maar hier zijn de terroristen ook gewoon gasten die heel zakelijk uitzien, want dat hoort. We zijn er aan het inspelen, toch? Ja, ja, precies. Die heb ik een keer een kill, zijn we nog aan het inspelen. God, non de Jew. Ik vind dit persoonlijk een stuk leuker dan Call of Duty, maar dat kan aan mij liggen hoor. Het gaat even wat sneller, voor mijn gevoel, weet je wel. Gewoon, hoppakee, bam, dood, hoppakee, bam, dood. En bij Call of Duty is zo van, een kwartier rondlopen en dan doodgeschoten worden. Dan voelt het zo kut. Snap je me? Dat is mijn mening, hè. Die hou ik ook zeker. Even door het keukenraampje gluren. Daar is er een! Wow, die gast was aan het dansen en zo. Ja, dat kan niet, hè. Ik kan heel veel, maar dansen, dat is best... Oh, shit, daar heb je de... Godverdomme, zeg!
Ja, heb ik zoveel rare tekens in je naam. Het is niet eens leuk meer. Voor mij had ik er eentje. Door zijn kop, ik zie het. Oh, daar is er eentje. Maar kun je ze ook deels door het huis een klein beetje kapot schieten? Is hij dood of niet? Oh, oh, wat, oh, ik dacht ik schiet hem net even gauw dood. Hij komt zo even bier via het raampje binnen rollen. Baats boom, ik schiet hem door zijn kop. Nou, dat viel dus tegen. Hé, hey, dat raampje zit er nog in. Dat is goed nieuws voor de kozijnenmaker. Oké, okay, die gast daar heeft me wel een beetje gezien, denk ik. Komt u maar. Oh, daar is hij! Shit! Oh, daar is er nog eentje. Grappenmaker! Oh shit, in mijn zij. Het gaat nog redelijk! Toen werd ik doodgemaakt. Ik word heel vaak doodgemaakt door die persoon. Die persoon die kent mij. Die weet mijn speelstijl. Ik speel nooit, dus dat is mijn speelstijl voornamelijk. Ik weet niet of je ze deels door dingen heen kapot kan schieten. Ik hoop het. Anders dan was het heel kansloos wat ik net deed. Yes, ik ben level 2. Voor mij ben ik niet zo heel goed bezig, of wel? Godver, ik ben, ik moet niet verschelden, maar ik ben een beetje boos. Dus daarom eigenlijk. Ik ben een beetje boos. Godver. Ja, ik word toch weer doodgemaakt, joh. Hè? Waarom ben ik weer dood? Dat scheelt gewoon tijd en geld. Ik heb er één. Ik wil herladen. Hoeveel kills heb ik momenteel? 5 alsnog. Waarom zit ik dan nu pas op wapen 2? Ik weet het niet. Niemand weet het. Oh, dat was een vijand, joh. Ik was even helemaal in slaapie-modus. Ja, is een XO gameplay van een uur is lang. Dus dan doe ik maar even rustig aan. 11 minuten. Gewoon even pauze. Ik zie niks. Er zit een deur in de weg. God. Ik ga stoppen met godverdomme. Mijn nieuwe schel wordt eierkoek. God, eierkoeken! Fucking lekkere eierkoeken, jongen! Voor mij is een belangrijk dingetje in Counter-Strike, in ieder geval als je op mensen schiet, dat je stilstaat. Oh, ik wilde net naar dat raam! Komt die man naar me toe! Fucking eierkoeken! Heel veel eierkoeken! Smeuïge eierkoeken! Daar stond gewoon een gast, joh. No. Daar zit ook niemand. No. Oh, mijn eierkoek! Het is echt niet leuk om telkens door dezelfde mensen in je kont genomen te worden. Het is sowieso niet leuk om in je kont genomen te worden, laat ik het daar even zwaar, maar... Bah. Waarom ga je niet dood? Hoe gaat die deur überhaupt open? Oh, hé. Oké, nou, dat kunnen we verzinnen. Dus waarschijnlijk zitten ze weer boven. Ah! Yes! Ik heb er één gesloopt. Ze komen toch weer binnen via die ramen, dat kun je inzetten. Ik dacht, er komt er eentje de trap op, maar dat viel tegen. Hé, hey, niet om me schieten, man. Hé. Hey. Wil je vrienden blijven of wil je ruzie? Want we kunnen allebei. We kunnen vrienden ruzie blijven. Daar is er een! En nog een! Wat een operatie! Operatie badkamer. In volle start. Hey! Leeft hij nog? Voor mij leeft hij nog. Hey! Verrassing! Hey! Een goede verrassing ook. Oh, ben ik slecht. Het is fijn dat ik het zelf in ieder geval zeg. Niet dat ik binnenkom van, ja, ik ben level 2, maar ik ben wel heel goed. Nee, gelukkig niet. Gelukkig kom ik niet binnenwandelen met zo'n heerlijke arrogantie. Ik neuk een gast in zijn reet, jongen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, wat goed. Oh, bijna 3-dubbel. Oh, dat voelt goed. Vale Misha zou graag kijken naar mijn uitzending. Zien ze dat ik aan het opnemen ben of zo? Is het zo erg gekoppeld aan... OBS! Fuck jou! Je moeder aan de poeder. Hard ook. Hoppakee. Daar is er nog een. Schiet hem kapot. Oké, okay, die kill is niet voor mij, maar het voelt wel goed. Ik blijf lekker hier staan. Op mijn knietjes. Daar ben ik het beste in. Hoppa! Oh shit, waarom moest ik nu van wapen wisselen? Dat is heel ongelegen. Ook wapen zit ik nu nummer 6. Ja, het is niet denderend, maar ik heb een scoopje erop. Die scoopjes zijn best fijn, vind ik in Lakehouse. Beter dan die shotgun die ik de vorige keer had. Wil je toevallig iemand nog door de voordeur naar binnen? Want dat zou heel fijn zijn. Is dat een vijand of een vriend? Dat is een vijand! Ik kan niet overal tegelijk kijken. Kutscope. Ik moet even een plekje kiezen, denk ik. Ja, in de deuropening staan met je scope. Het wapen is ook niet de beste strategie. Ik geef het eerlijk toe. Oh, daar is een mannetje, hoor. Daar is een mannetje. Bam, 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 bam. Oké dan, top. Kijk, ik heb nu weer die shotgun. Dan moet je dus naar boven toe. Dan is die shotgun fijn. Van bam, lood in je lichaam. Of hier bij dit raampje staan. En dan kunnen ze weer van dat raampje kapot schieten. Ieder plekje heeft ook wel een klein beetje zijn nadeel. Laat ik niet hier gaan staan in ieder geval. Oh man! Altijd als ik net eventjes mijn rug... Daar word ik echt gek van. Ja, fucking shit zeg, hey. Die gas heeft me echt vaak doodgemaakt. Applaus daarvoor, dat dan weer wel.
Je moet ook credits geven voor als ze terecht zijn, maar... Oké, dat huis moet er niet meer in. Dat vervloekte huis! Oh, daar is er een. Oh, jammer, die is al doodgemaakt. Alsjeblieft, sloop een bitch! Oh ja! Oh ja, wat goed. Oké. Okay. Ze komen weer uit de lucht vallen. Ik ben aan het herladen, man! Ik dacht, hé, er zijn echt 10 mensen om me heen. Hij gaat vast wel even iemand anders doodschieten. Nee, nee, hij had het echt heel erg specifiek op mij gericht. Hè. Had ik hem maar dood? Hij is in ieder geval dood. Of ik het nou heb gedaan, is de vraag, maar... Shit, fucking herladen! Al mijn kansen op kills! Dat is echt een Call of Duty ding. Dat duurt herladen of mij korter, dus dan ben ik toch heel erg gewend. Oh, even herladen, ik ken wel even. Nope, dan ga je dood. Ik draai veel te vaak mijn rug toe naar situaties. Maar ja, dan denk ik toch van, ik ben beter dan dat. Weet je wat, negeer het lekker. Een beetje zo'n basisschoolstrategie. Er staat ook iemand daarboven. Ja, ik weet het. Iedereen staat overal. Ga dat dingen zo graag je stream willen zien nog een keer weg? Of wil die gast gewoon heel graag mijn stream zien? Ik ben ook echt iemand die afgaat op de nummer 1. Ik zie hem lopen. Ik denk, ja, hij gaat me slopen. Maar toch doe ik het, hè. Zo ben ik. Oké, wat kunnen we doen met deze mooie sniper vanaf hier? Die gast kapot maken. Boom. Oké, dan. Zijn er nog meer boeven actief? Daar is iemand. Hij zit achter dat muurtje. Daar heb ik niet zo heel veel aan. Oh! Dat was best mooi. Prima omhoog, jongens. Oké, dan. Oké, maar er zitten weer mensen op het dak. Op het dak, bij het raam. Kijk, ze gaan. La la la. Iemand schiet op mij, of niet? Nope, oké, mooi. Pam, 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 pam. Je moeder! Oh! Killing spree, keer 4. Jekker dan! Niet lekker dan, maar gewoon jekker dan. Ik heb 5 kills achter Rockander. Nu ga ik dood, maar daar gaat het niet om. Zit daar boven een flikkertje. Gewoon blijven schieten. Oké, ik heb nu ook dit wapen. Oh, er is gewonnen. Ach ja. Ach ja. Ach, ach, ach. Ik wil dood. Nou ja, ik doe nog soort van dingen. Oh, er is een XP bonus. Nou ja, ik ben dus nog steeds niet hoog genoeg level om... Oh, die gast een kroontje bij zijn naam. Nu moeten we gaan stemmen. Ik stem voor Lake. Niet nog een keer Safehouse, jongens. Kom op, we zijn beter dan dit. Fuck Safehouse. Fuck, safe. Doe leek, alsjeblieft. Nou, we doen nog een keer Safehouse, blijkbaar. Dit is het Counter-Strike leven. Dit is hoe de game in elkaar zit. Laten we dat lekker respecteren. Zal ik ze in de war brengen? Een keer bij de terroristen gaan, jongens. Ik ga gewoon een keer bij de terroristen. Waarom doe ik niet mee, trouwens? Kleine vraag. Waarom ben ik nergens te zien? Ik wil namelijk wel graag een team meedoen. Weet je wel? Oh, oké. Ik hoor nu bij de terroristen, toch? Ja, maar dit is de andere kant van het huis. Oké. Mensen met van die witte pakjes aan zijn nu mijn vrienden. Oh, nou, dat was mijn warm-up. Ik ben naar het huis toe gelopen. Ik ben bekend met de weg ondertussen, gelukkig maar. Oké, nu gaat het veel beter. Ik ben diep van binnen altijd al een terrorist geweest, namelijk. Toen ik geboren was, dacht ik al, ja, mam, pap, ik moet jullie wat vertellen. Ik ben diep van binnen een terrorist. Dus dat is heel gemakkelijk allemaal, maar je groeit eroverheen. Mannen inpakken van de squad. Hey, hey, hey. Mannen inpakken van de squad. In zijn naam zit zelfs kutzak. Dat zegt al genoeg. Hey, alles goed. Oh, wat een double kill. Het is jammer dat ik niet zoveel health meer heb, maar behalve dat. Kom in de woonkamer in, jongens. Oh, dat is een teamgenoot. We hebben een klein beetje seksuele verwarring van mijn kant. Ze kwam vast wel een keer naar binnen gelopen. Hey, die is kapot. Zit zo naar boven. Hey, neuken zo of eentje zijn reet. Of hij mij. Hehehe. Ja, het feit dat Maleficia de stream wil zien, zullen we gewoon altijd moeten onthouden. Het is een compliment natuurlijk. Dat, oh, doe ik het weer. Dit is waarom ik altijd counter-terrorist speel. Dan weet ik in ieder geval wie ik moet schieten. Zit ze ervan naar boven, ergens in de badkamer. Bonken. Oh, shit. Ja, richt is nog niet echt mijn ding. Ik zit ook te denken, misschien moet ik gewoon auto helemaal erop gooien. Gaat alles een stuk beter. Hehe. Eén killetje en dan gaan we naar ons nieuwe wapentje toe, inderdaad. Hoppakee. En de nummer... Oh, oké. De beste mensen zitten op 3. En daar zit ik ook, toch? Hey! Fucking gore kutzak! Dat staat in zijn naam, dus dat mag het. Staat hij er nog steeds? Dan sloop ik zijn kutzak. Intens. Oh, shit. Hey! Ik stond een tafel in de weg. Ik wilde opzij lopen en zo. Hey, nou, ik word gewoon niet geraakt. Ik ga opzij. Er zit gewoon een tafeltje. Oké, even die gast doodschieten. Kom op, Rick! Mick! Is back. Oké, jammer. Ik wil een vierde wapen. Dan loop ik een beetje mee op schema met de rest van de groep. Dan wordt het nog een keer spannend. Ik heb wel eens dit soort potjes gewonnen. Dus hey. Het bestaat. Bam, 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 bam. Boom. Ik ga
De andere kant op. Oh, oh, oh. Er zaten mensen boven. Ja, dat kan, hè. Dat kan burn. Yes. Yes, nee. Oké. Okay. Beste mensen zitten nu al op wapentje nummer 6. Maar boven dat... Yes. Yes. Oké, okay, ik ben nu behind enemy lines getrokken. En de enemy zit ook weer behind mine lines. Dus iedereen zit achter elkaars lijnen. En het schip zit er niet mee op. Hey, we zijn niet meer willen schieten, pik. Hier spawn ik. Lul. Jezus. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat ik wel scheld. En dat ik een agressieprobleem heb. Misschien heb je zelf wel een agressieprobleem. Heb je daar wel over nagedacht? Oké, okay, ik sta op de glijbaan. Iedereen klaar? Nee, het duurt lang. Oké, okay, die gast even door zijn kop knallen. Boom! Doet pijn, hè? Om geowned te worden. Ik weet niet eens wat voor wapen ik nu heb. Gewoon doorspelen, joh. Bitches in de deur opening, open de deur. Oh, man. Hij is goed. Hij is vast een of andere pol. Dat zie je aan zijn gekke username. Oh, er staat er eentje bij het raam. Schiet die maar kapot. Oké, okay, hij dook weg. Maar dat is niet erg. Ja, die gasten en ik zijn uw vrienden. Dus, in de deuropening! Ondertussen in de deuropening, ik sloop je. Oké, okay, wacht, daar is die gast. Rode man! Of zoals ik hem graag noem, Rode Rick. Daar heb je er een! Sloop hem! Oké, okay, ik ga goed. Oh, dat is een vriendje. Oké. Okay. Ik heb nog best wel veel health. Ik doe dingen. Oké okay dan. Ik kan de rode man misschien vanaf hier zelf slopen. Ze niet weten dat ik hier sta. Rode man! Yes! Wow, ik schrok. Reflex. zoals jullie weten ben ik niet heel goed in shooters, maar de rode man is mijn nieuwe BFF. Bye. Hij is mijn nieuwe B. En ik heb mijn surprise attack op de rode man. Oh, wat goed! Ik ben hardcore geowned door de rode man. Ik sta wel dichtbij hem. Ik zit op 8 nu, dus dat is nice, denk ik. En dit wapen weer. Hou ik niet zo van. Boom! Goed, jongen. Godverdomme, jongen. Oh, in je gezicht, hoer! Yes. Het gaat wel lekker, hoor. Kan ik niet zo eventjes een beetje zo... Oh, iedereen, nee! Oké, okay, dan. Ik heb in ieder geval een soort van sniper momenteel in bezit. Shit! No scope hem! Was dat mijn kill? Voor mij niet, want ik hoorde niet zo'n pling. En dat is vaak wel het geluidje dat je iemand hebt vermoord. De welberuchte pling. Trap, man. Misschien heb ik zo dood vanaf daar. Oh, wat goed. Oké. Okay. Level 10. Hartstikke gezellig. Fucking shit, man. Ik had hem niet door die scope moeten pakken. Het is niet een hele handige situatie. Oh, ik ben team leader. Dit is niet handig. Zie, ik heb het zo ver geschopt dat ik van mijn kutteam de beste ben. En dan weet je dat het triest is. Maar dan sta ik dus voor iedereen op de kaart. En als sniper is dat juist niet fijn. Je wil schuilen. In het feit dat niemand weet waar de fuck je bent. Dat is de hele kracht eigenlijk van je hele ding, man. Als we dat dus wel kunnen zien, dan is je hele strategie weg. Dat sprint al hier te springen. Oh, daar is er gewoon een! Boom! Even weg, gast. Ik ben eventjes bezig. Daar staat een... Hoppa! Door de muur! Flatsboom! Ik weet niet echt wat handig is voor dit wapen om mensen mee dood te schieten. Gewoon hopen dat mensen je niet zien en dan de hele rug vol met lood pompen! Ja, ik doe het lekker in de rankings. 11. En de beste persoon zit ook op 11. Dus dan ben je goed bezig. Kijk. Dat is nog de kill niet. Jammer dan. Ja, dit is een heel moeilijk wapen om lekker kills mee te maken volgens mij, hoor. Ik kan best hier staan misschien. Hoop dat ze me niet zien. En dan... Ga omhoog. Zie je, het werkt allemaal niet, jong. Misschien krijg ik in de comments zelf nog wat tips van hoe ik iets minder hard kan zuigen. Dat zou best wel gewaardeerd worden in principe. Er staat er een achter een boom. Haha. Doe, doe, wild pistas. Dat vind ik wel nice. Lekker dan. Hey, die is dood. Is het nu ook dat ik met links-rechts moet schieten? Of is het nog steeds met één knop? Dat weet ik eigenlijk niet. Je moeder. Oké okay dan. Oké okay dan. Boom. Oh, zo dichtbij. Je bent teamleader. Het is weer zover. Teamleader scoort. Teamleader scoort misschien. Nope, hij scoort niet.
Ik ga hierna sowieso even het andere leveltje doen, dames en heren. Dat we niet weer vastzitten op deze troep. Oh shit. Kom op. We zijn zo dichtbij. De 16 is de final kill. Benaderen die shit. Schiet die hoer dood! Niet echt hoeren doodschieten. In principe zijn hoeren gewoon vrouwen die op een hele alternatieve manier hun geld verdienen. Ja, dat moet je ook alweer respecteren, vind ik aan de ene kant belangrijk. Even een hoer doodgeschoten hoor. Even zo, ik vind dat je hoeren al moet respecteren. Oh, ik heb er weer eentje gemoord. Oh, dat is mijn leven. Zo ben ik ook alweer. Hey, houtstapel, doe niet zo moeilijk. Gaan we hier naar binnen? Ja, dat kan gewoon, joh. Dat is gewoon een ding. Hey, 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 hey. Zoveel mensen. Ik kan niet zo goed mijn aandacht verdelen. Heel veel mensen. Dan schiet je vast wel een keer raken, dacht ik. Dat is het niet zo. Yes. Oké, zit op level wapen 15. Iemand heeft zijn mes getrokken, dat is namelijk 16. Twee mensen hebben een mes getrokken, het wordt heel spannend nu. Omdat iedereen heel dicht op elkaar zit. Ik ben meestal de gast op wie de final kill gemaakt wordt. Ik ben niet zo goed. Maar het kan wel eens gebeuren dat gewoon met level 16 je best nog wel lang aan het spelen bent. Ik heb de golden knife! Ik moet nu iemand doodsteken en dan heb ik gewonnen! Het is te laat! Oké. In ieder geval, ik heb iets gedaan. Ik sta boven een paar mensen uit mijn team. Je kan praten over hard ik zuig, maar misschien zuig je zelf ook wel heel hard. Ik vind het wel leuk. Ik kan me er heel erg over opwinden. Ik had een KD van precies 1. Alsjeblieft, Leek, anders ga ik weg. Dus, hey. Stem, Leek. God. Je motherfucking koek, jongen. Stem, Leek. Of ik ben weg hier. Oh, jongen. Nog zin in het gezeik eigenlijk. Fucking safe house. Ik vind het een fantastisch level, maar ik wil toch ook de lieve kijkers van Biomtown een andere mooie wereld laten zien dan die van safe house. Hoppakee, deze ding, hoppakee. Oh, ik ben weer weg. Oh, wat jammer. Nou, extra main menu. Ja, doe maar. Doe maar. Oké. Okay. Watch. Nee, joh. Play. Nee, joh. Play. Fijn. Rot die gast op. Rot op, Misha. Press shift up to view. Hoppa. Shift tap, dan komt Misha even in beeld ofzo. Ja, hij is weg. Oké, doei Misha. Leuk je gesproken te hebben. Mooi. Find a game. Arms race. Ja, ik zou graag een andere map doen dan Leek. Is dat nog te bepalen? Kun je nog zeggen van filter? Geen Leek? Fuck off, ik bedoel juist Leek. Alles. Jongen, kies gewoon een match. Welke map bespelen, Leek? Oké, dan. Dit is de andere map die ik wel eens nu en dan wel eens aangeraakt heb op vieze plekjes. Leek is wel lachen. Het leek me een leuk idee om Leek te doen. Het is heel erg open en dan heb je dat Leekhuis, dat is dan weer heel dicht. En daar kun je jezelf heel erg op aanpassen. En ik vind het een heel mooie map en ik wil gewoon graag nog een keer een potje winnen. Dat zou leuk zijn voor YouTube. Als mensen zeggen, hey, dit is leuk. Ik kan het ook gewoon als losse serie op een Serpent Gameplay doen. Ik kan alleen maar Arms Race doen. Oh, fuck de rest van heel Counter-Strike. Arms Race is de shit. Dankjewel. Ik had dus laatst was ik ook op een... ik ga een terrorist. Terrorist. Dan maar terrorist hoor. Was laatst op een e-sports evenement. En ja, de Counter-Strike is ook echt een van de e-sports momenteel. En op de evenement mocht ik dus Counter-Strike spelen tegen een paar profs. En ik heb 32-2 verloren. Oh, dat is gewoon een vriendje joh. Oh, de match begint ook joh. Mooi. Oké, iedereen gaat waarschijnlijk richting de lake house. Ik ga even richting deze stukken hout. Fucking pakketvloer hier. Ik zag een schaduw. Hij schiet sneller dan zijn schaduw. Ik heb een kill! Mam! De camera! Oké. Daar is die tweede kill, Rick. Kom op, laat je van je goede kant zien. Dat is een vriend. Een vriend is een vriend die het beste verdient. Dat is vriendschap. Zij aan zij. Waar je ook staat, hij is altijd een maat. Ta-na-na. Ja, dat is een vriend. Oké, ik kan al vanaf hier wat gasten die dat lakehouse in proberen te lopen helemaal in hun rug schieten. Kijk, ik ga goed. Die spannen wel eens wat mensen, dus pas op. Hé, hey, beweeg niet zo, lul! Had me echt bijna niet Oh, in mijn ruggetje! Gewoon keihard neergestoken! Zo, ik knife nooit mensen. Ik ben gewoon te druk bezig met mijn eigen... was ik nou terrorist of counter-terrorist? Ik was counter-terrorist, toch? Ik was terrorist. Ik ben terrorist! Ga dood, lul! Man! Dat is een vijand, toch? Of ben ik nou helemaal... Dat is geen vijand. Nee. Nee, dat is geen... Waarom ben ik zo'n debiel? Even in alle opwelling helemaal vergeten welke mensen ik ook weer speel. Het is vooral de terrorist en de... Ik snap er niks meer van. Ik snap... Huh? Huh?
dacht echt even dat het een vijandje was hoor. Lijken de terroristen en counter-terroristen opeens zo erg op elkaar. Ik moet niet hier naar beneden gaan, dat is één grote kogelorgie. Ik begon best goed, alleen toen ben ik een beetje afgezakt. Vooral nadat ik die genijfd ben en vernederd ben. Familie eer helemaal kapot. Hé, hey, doe eens niet. Ja, dus de terroristen en counter-terroristen lijken best wel op elkaar in deze map. Moet je even goed de ogen hebben en nadenken. Dus denk ik zat in een stress situatie, oké? Okay? Wat heel veel mensen ook wel eens doen, is hier gaan staan. En dan zo hier zo onderdoor mensen kapot schieten. Dat is lachen. Ik doe het ook wel eens, ik ben er schuldig aan. Ja, dat is er eentje. Een smeerpijp. Of niet? Ja, dat is wel een smeerpijp. Kapot maken dan. Of niet dan? En er staan heel veel mensen staan hier en dan lopen de mensen zo daar en die schiet je dan keihard dood. Nou, dat is leuk joh. Er moeten wel mensen komen, anders verveel je dood. En dan ga je maar naar binnen en dan word je daar weer kapot geschoten. Oh, shit. Yes, nice. Oh, dat is een vriend. Hopen. Oh, shit, er kan er eentje. Als ze niet te veel in je rug komen, kun je dus redelijk staan. Dan kun je gasten gewoon kapot zitten. Boom. Killing spree. Doen we het voor. Oké, dan. Alles goed? Mooi. Oh, iemand anders heeft mijn steen gestolen. De steen werkt namelijk heel erg twee kanten op. De veelzijdigheid van de steen. Noem ik het ook wel. Gaat niet zo goed, of wel dan? Oeh, kijk, daar is er eentje eventjes een beetje behind closed doors binnengekomen. Is niet erg. Ik kan ook gewoon een keer het safe house met jullie verkennen. Het, ja, de vorige map heet de safe house. Die hebben we al goed genoeg verkend, maar... Er zijn hier best wel vaak mensen boven. Die laten hem heel erg schrikken, want die schiet hij dan een keer dood. Maar je kan echt heel goed de vijanden doodschieten als je het vaak niet weet dat je hier zit en zo. Dus je raak schiet ook nog. Wat niet echt gelukt is deze keer. Er komen vaak wel mensen omhoog om je kaart in je rug te neuken. Daar hou ik niet zo van persoonlijk. Er is ook nog een raampie. Hartstikke gezellig allemaal. Er loopt er bijvoorbeeld eentje. Ik raak ze bijna nooit. Maar als je ze wel raakt. Oh, wat een goed gevoel. Wat een lekker gevoel. Ik heb een... Ik heb nu ook echt een shotgun. Dat helpt niet. Ik ga gauw weg. En toen ben ik al doodgeschoten. Als klein signaal van... Hey Rick, rot toch op daar. Is het nou een vijand? Ja. Nou ja. Ik denk dat ik meer Counter-Strike moet spelen. Dan heb ik een shotgun. Dan is het toch eigenlijk het beste om hier lekker naar beneden te gaan. Ik ben beste van mijn team. Maar ja, dat zegt dus niet zoveel. Oh! In zijn face. Sorry. Moet je eigenlijk helpen als je een teammate aanvalt? Ik heb geen idee. Vanaf waar werd ik beschoten? Oh, vanaf onder. Doorheen. Paatsboom. Hartstikke mooi slim gedaan. Dat was gewoon gemeen, vriend, man. Manfred, vriend. Ik ben nog steeds teamleader. Ja, dan ben je heel erg prone to spawn kills. En dan kan je wel het hele veld doorlopen en dan weet je eigenlijk gewoon dat je doodgaat. Ik kan het beste in dit huisje blijven. Denk ik. Zet iemand achter me aan. Zeker, zus. Oh, shit. Oh. Oh, die is kapot. Zo, die is kapot. Hey, gezellig. Oké, okay, ik zit nu op wapen nummer 9. Is dat de sniper? Ja. Dan kun je heel goed hier gaan staan. Pat, in zijn knie. Waar sta je? Hey, leuk man. I need arrows. Tof. Ja, in open veld staan is al niet het beste wat je kan doen hier hoor. Oh, je moedertje. Ja, is dat een vriend? Dat is een vriend. Ja. Sorry dat ik zo hard zuig. Ik speel eigenlijk altijd Counter-Terrorist. Dan is dat gewoon lekker duidelijk. Nu niet. Level 10. Teamleader. Het staat allemaal niet mee. Is mijn team nou zo slecht of ben ik nou zo goed? Ik hoor iedereen roepen thuis. Ja, je team is gewoon heel slecht. Het is een mysterie. Ik word echt in mijn rug genomen zo meteen met een lekker mesje. Een lekker sappig botermesje. Ah! Toeman! Wat een man die Toeman. What the fuck? Waarom sta je daar? Ik heb altijd een soort van vertrouwen in mijn team. Weet je wel, dat ze dingen kunnen. En als er dan een keer mensen staan waar ze niet horen te staan, dan, ja, dan is het toch heel makkelijk om je team daar de schuld van te geven. Maar je hebt toch zoiets van, ah, er staan toch geen vijanden hier. Ik kan lekker gaan schieten. En dat valt dus tegen. Oh, er staat daar boven iemand. Had ik niet verwacht. Staat hij nog steeds en dan schiet ik hem op zijn back. Ja, dat is een vijand, jong. Even noscopen. Hoppa. Waarom stond ik stil? Wil je even niet mijn benen eraf schieten? Ik wil graag lopen namelijk. Staat hij er nog? Ja, hè. Dat was iemand. Ik zag het amper, maar ik heb iemand kapot gemaakt. Dus heel veel mensen gaan ook hier zitten. Heel sneaky in het water. En als je teamleader bent, werkt dat dan weer een stuk minder. Oh mijn god, zie je dat zijn vriend. Maar dat maakt niet uit. Oh, iemand heeft als een mes flink geslepen. Ik kom hier niet meer uit trouwens. Het is wel lekker in het water, hoor, daar niet van. Boom. Boom. Ik blijf hier wel chillen dan, denk ik. Ja, als
Als ik het water niet meer uitkom, dan blijf ik lekker zitten, jong. Oh, nee. Ik dacht even dat de Golden Knife kill op mij gemaakt werd. Dat wil je niet. Dan doe je je team schande aan. Dat gebeurt bijna altijd bij mij namelijk. Hopla. Bam. Ik ga lekker door die wapens heen, hoor. Ik cirkel er doorheen alsof het een cirkel is. Oh, shit. Oké, er zijn nu redelijk 2 mensen op Golden Knife. Eén op mijn team en één op het andere team. Ik ben teamleader. Nee, dan valt het tegen. 2 van de vijanden zitten al op een Golden Knife. En dat zijn mijn vrienden. Die ik zojuist weer aan het beschieten was, want zo ben ik. Hé, hey, gozer. Oh, hij heeft een Golden Knife. Ga weg. Ga weg met dat gore ding van je. Heel dichtbij Golden Knife nu, dus dat wordt spannend. Ik ben geknifed. Of niet? Oh ja, wel geknifed. Maar ik ben alleen een wapen omlaag gegaan. Niet de Golden Knife knife. Die niet. Oh, dat is hem. Het is een man met een nes. Oh, het zijn gewoon van die trolls die graag mensen knifen. Waarom ben ik weer op 13 helemaal? Waar ging het mis? Yes. Yes. Oh nee, hij had me. Hij had me. Nee. Ja, nee. Oké. Geen idee wat die kistjes allemaal. Hey, ik heb iets gekregen. Items for you. Boeien. Er zitten vast allemaal dingen in. Dat is allemaal wel. Ik stem voor baggage, want dan zien jullie ook weer een ander level. Bagage is aan het winnen. Bagage. Dat is een level dat ik nooit speel. Dus zeg maar, ik speel dit al bijna nooit hoor. Het klinkt alsof ik dit iedere dag speel. Natuurlijk niet, maar bagage heb ik echt 1 keer gespeeld. Dus dat wordt echt een drama. Dit was al dramatisch. Alsjeblieft, bagage. Ah man, leek. Ta. Oh ja. Ik vind het, Counter-Strike wel echt leuk. Het is echt leuk, vooral. Gewoon even een half uurtje. Ik vind het eigenlijk een uurtje voor zo'n XO gameplay ook alweer een beetje aan de kant van, oh, veel. Maar, zoals ik dus zei, leuk spelletje. Zeker, voor de paar euro dat die kost. Oké dan. Mijn nieuwe strategie is wel gewoon schieten op alles, dan komt het sowieso wel goed. Waarom doe je zij in één keer in mijn rug dan? Mannen met bivakmutsen over hun hoofd zijn over het algemeen terroristen. Erg, racistisch. Bivakmuts over je hoofd is namelijk een ras, sinds kort. Sinds enige tijd. Oké dan. We lopen lekker door, we lopen lekker door. Oh, ik spreek aan een terrorist, helemaal vergeten. Dat is een terroristje, dat is er een. We gaan het huis in. Let's see. Oh, die gast stond helemaal klaar daarvoor. Gewoon te wachten tot die smerige deur open ging. Smerige rotjoch, daar staat ook. Oh, dat is gewoon een vriendje hier. Waarom sta je achter me? Waarom staat iedereen overal? Hey, dat was een kleine. Ik wist niet wat ik aan het doen was. Situatie. En het ging niet zo goed. Nee. Daar is de rode man. Die kunnen we even pakken in principe. Hij komt die kant op gelopen. Yes. Yes. Just say yes. Oeh, er zit een man op het dak. Een man op het dak. Er gaan wat mannen de skuur in. Ik ben eventjes heel rustig aan het doen, want ik wil eigenlijk niet dood. Maar we hebben toch al een deuk in mijn HP. Heb ik geïncasseerd, dus. Hè? Het maakt geen flikker uit of je stinkt als je maar niet lelijk bent. Oh, oh. Oké, dan moet een nieuwe strategie hebben, Rick. Dit zuigt. Je zoog al. Maar nu. Ik kijk ook nooit naar de map. Dat is echt iets wat wel mij kwalijk genomen zou kunnen worden in principe. Ik zou in principe wel vaker op de map kunnen kijken. Het zou kunnen werken. Weet je wat, ik ga lekker een keer via de waterweg. Als ik eerst die rode gas weer heb neergeschoten. Maar dat is al voor mij gedaan, dankjewel. Waarom hebben alle vijanden niet gewoon een soort glimstering om zich heen? Dan weet ik in ieder geval zeker dat het vijanden zijn. Was dat een vijand? Ik weet het niet eens. Ik vind het nog steeds erg onduidelijk allemaal, dit rotsysteem. Dat is een vijand. Ja, dat weet ik. Toen schoot hij me dood. Wat heb ik nu aan KD? Het is echt triest nu. 1 op 6, dat is niet zo goed. Waarom iedereen overal? Dat valt heel goed samen hoe ik me nu voel. Waarom iedereen overal? Ik ben de helft van mijn AP al kwijt. Een flinke deuk, zou ik het noemen. Is er nog zo'n gast hier binnen? Nee, dat niet. Schiet er even eentje dood, Rick. Kom op! De familie eer! The motherfucking animals. Waar dan? Ik vind het wel knap dat ze zo overal zijn. Op een punt dat het gewoon scheid irritant wordt dat ze overal zijn. Daar heb ik wel respect voor. Staat er daar eentje in ieder geval? Die ga ik even flink in zijn kop knallen als het lukt. Lukt het niet echt, of wel dan, Rick? Nee, ik ben mijn best. Nee, best kan je niet doen, of wel dan? Goh, eier. Goh.
Ik denk zo van, oh, dit level is wel leuk, want je hebt allemaal open, dicht, open, dicht, allemaal troep. En ja, dat kan het ook zijn soms, maar soms word je gewoon keihard ingemaakt. Niet eens te geloven meer. Gewoon zielig eigenlijk. Boom. Ja, ik ben heel ongeduldig, hè. Dat is een algemeen bekend dingetje van mij. Dus dan heb ik een groot open veld en daar kun je dan doorheen. Op het moment dat je niet dood wordt geschoten. Of eenmaal waardoor je wel wordt doodgeschoten. Dan denk ik, ja, toch maar die ene waar ik wel... Waar komt dat vandaan? Boven de trap? Oh, nog wat druk hier. Oh, huh? Wat gebeurde daar? Major Peppy. Shit, verdommetjes. Wat gebeurt hierachter allemaal, joh? Hallo? Is hier een vuurgevecht gaande? Oh, daar is er eentje. Er is er gewoon eentje hier. Nou ja. Boom. Ik heb niet zoveel leventjes meer. Maar daar is de rode gast. Oké dan. De rode gozer. Yes. Yes. Oké, ik heb 3 HP. Een kogel is kogelig. Als iemand gewoon even een lucky spray heeft, dan hebben ze me. En dat is terecht. Ja, als dingen zoals naar beneden gaan, is dan gewoon geen confrontatie meer waard. Als je 3 HP hebt, moet je gewoon iemand in zijn rug neuken en hopen dat hij het niet erg vindt. Daar is een gast, die zit met schieten. Vind ik niet zo leuk eigenlijk. Dus ik schiet hem maar gewoon even dood, hè. 69 HP over. Wat dan? Oh, wat een goede plek. Daar wilde ik net heen, joh. Nou weet ik wel dat hij er zit. Als die bitch het nog overleeft, om een of andere magische reden. He gone die, very hardcore. Oh, dat zal hem wel geweest zijn. Later, broeder. We zullen aan je denken. Maar iedere keer dat ik hierheen ging, liep het ook heel verkeerd af. Dus we doen dat nog even een keertje. En ook even het gebouw ingaan, de bovenste verdieping secure. Je kent al die dingen wel. Oh, shit. Het ging nog best goed. Yes. Very much, yes. Ik voel me een beetje bedreigd, overigens. Ik blijf lekker hier staan. Ik voel me veilig hier. Denk ik. Dat is gewoon een vriendje. Maar niet uit. Ik blijf lekker hier staan. Veiligheid boven alles, dames en heren. Safety first. Oh, dat is gewoon een vijand. Nou ja. Daar is er nog één. Ik vind dit wapen heel fijn. En vooral in dit level. Dan kun je hem zo lekker door die... ja, het is best wel een groot level natuurlijk. En dan... dat is een bloedvlek. Rick heeft soms moeite met het zien tussen het verschil tussen een vijand en een bloedvlek. Ah, bloedvlekken zijn dan ook grote vijanden van hem. Dus daar moet je even rekening mee houden. We gaan het gebouw bestormen. Go, 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 go! Vaak zijn er nog mensen hier boven te chillen. Ik zag er voor mij eentje. Ja, dat was een teamgenoot. Dat mag. Dat is hartstikke gezellig allemaal. Als je een beetje een snipertje hebt of zo, dan kun je het hier flink lekker doen. Dat is een vriend. Maakt niet uit. Rick schiet alles dood, weet je wel. Zo ben ik. Hier zie je niet zo heel veel. Hé, hey, hem schiet je op, man. Wow, is er eentje op het dak te chillen? Of we er vanaf knallen? Of is hij al dood? Oh ja, huh? Waarom komt hij daar opeens dan? Oh ja, dan ga je zo het dak op. Oké, okay. En dan word je er vanaf geknald door deze gast. Oh, wat een drama. Wat een drama, wat een drama, wat een drama. Hé, hey, daar is die rode gozer weer. Rode Rick, Rick krijgt hem niet dood, Rick! Zoef. Zoef. Hele kante bochten neem ik. Neem ze keihard, die bochten. Oké dan. Hé, hey, in je rug! Ik had hem kunnen knifen, ik had ervoor kunnen gaan. Maar ik ben een poesie. Ik ben erg poesie. Oh. Rick, waarom zuig je zo hard? Oh nee. Ik dacht even rustig. Pak je rust. Schiet die gast kapot. Nee, niet gebeurd eigenlijk. Die gast dan? Ja. Die gast wel, ja. Hey, doe eens niet, man. Ik heb zo'n gevoel alsof de boeven de bovenste verdieping in handen hebben. Ik ga deze gast even pakken, hoor. Hoja! Oh, dat deed minder goed dan ik had verwacht. Ik had een strijdkreet bedacht. Shit. 8, 13 om 17. Val nog mee. Jullie hebben me zien spelen. Ik heb wel slechter gespeeld. De man. Oh. Even omlopen. Oh, waar is hij nu dan? Haha. Deze shotgun is niet fijn. Oh. Ik moet gewoon mensen hebben die al half verwond zijn. Dat is mijn specialiteit. Echt waar, dat is echt mijn specialiteit. Mensen die al tot stervens na dood zijn, die maak ik wel even flink af, ja. Kun je wel berekenen, soms. Meestal niet. Ah, bootjes.
Ik kan helemaal lekker de ladder. Ik kom er niet eens uit. Hé, hey, wil je me schieten? Het is goed. Ik kom zo vanochtend langs en ik ben dood. Meer Peppy. Ja, meer Peppy gun ik het ook gewoon. Dus dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Ik wil me niet naar beneden. Ik ga er dood van. Wat erg. Iemand zit al op 15. En verlost me uit zijn lijden. En terecht ook hoor weer. En een man op het dak genaamd Picto. Dat is die gast dus. Die gast had ik het over. Hey, met je mes. Schiet niet in de stress met je lelijke mes. Ik maak je kapot met mijn sniper. Ik kan dat. Oh, achter me. Oh, oehoe, ik ben gered. Heeft hij... Hey. You killed the enemy leader. Hij liep op me af met zijn golden knife. Ze weten wie ze moeten hebben. Oh, die Rick, super mega nerd. En terecht ook. Picto heeft ook zijn golden knife. Niemand uit ons team natuurlijk weer. Boom! Je moeder! Daar gaat er eentje. Bam. Ik vind het sniper spelen echt leuk. Niet dat ik er zo goed in ben of zo, maar het is gewoon magisch. Je weet ook ieder moment. Hij gaat gewoon het eindsignaal af. Hoppa! Killed enemy leader. Toch een fijn gevoel. Het wordt helemaal niks. Hè. Met dit soort wapens ben ik echt kak. Ik spray gewoon in de rond. Ik hoop gewoon dat ik iemand doodmaak. Nee, iedereen heeft zijn kryptonite. En ik heb eigenlijk is ieder wapen in de game mijn kryptonite. Dus ja. Deze gast maakt me best vaak dood van me op. Zou dat niet willen doen? Misschien. Misschien pak ik nu een keer een terrorist in zijn reet. Yes! Hij zit nog steeds op de knife ronde. Knife hier kan ook inderdaad best wel tricky zijn. Vooral als heel veel mensen in het open gebied blijven. Maar het is toch gebeurd! Oh, wat goed. Man, ik heb echt zin om deze Twix op te eten. Gewoon even dat je het weet. Zin in deze Twix heb ik. Het is een Twix. Het is een Twix. Nou, dat is dus een mooi niet niks. Het is een Twix. Het is een Twix. En dat is dus mooi niet niks. Lieve kijkers, ik ga jullie bedanken voor het kijken van deze XO gameplay. Sorry dat die geen uur is, maar ik ben echt helemaal uitgewoond. Ik wil niet 15 minuten futloos commentaar geven, omdat ik dan... Oh, wacht, we doen shoots. Oké, fuck it. Ander mappie, nog eentje dan. Ik wil niet helemaal... ik heb geen zin meer commentaar geven, omdat ik per se het uur wil halen, weet je wel. Zo wil ik de XO gameplay niet inrichten. Maar shoots is wel leuk. Shoots is heel klein en tricky en het is een leuk mappie. Ik vind sowieso, al die Counter-Strike maps zijn met heel veel liefde gemaakt, heb ik al het gevoel. Er zit heel erg over nagedacht. In dit level schiet je ook echt van die terroristjes neer, zoals die gast daar. Hé, hey, wat jij hebt is, je hebt een soort ding, het is heel moeilijk uit te leggen. Je kan ook gewoon je ogen gebruiken, ik ga nu shoots spelen. Je kan hier onderdoor, je kan hier bovendoor en het is allemaal heel open, maar ook weer niet. En het is een hele leuke map. De potjes duren meestal heel kort, want de confrontatie met vijanden ligt erg om de loer. Waarschijnlijk gaat de eerste iedereen gepompt worden. Oké, toch niet, tof. Zit echt overal. In je, op je, naast je, onder je. Dat hoort erbij. Vaak kun je dan een beetje zo doen. Nee. En dan kom je dus... Oh, daar komt er een terroristje hoor. Daar heb je er een. Waar komen ze vandaan? Oh, god. Shocky. Waarom doe je dit? Man. Soms zit het ook gewoon achter je lines. Zoals een Spanje hier. En dan is er één gast die zo slim geweest daar te komen. En dan maakt hij je helemaal kapot. Dat is wat hij doet. Houdt hij nog ergens te zijn, toch? Ja, joh. Hoppa. Je kan hem bijvoorbeeld ook hier gaan staan, inderdaad. En dan vanaf hier heb je een mooi overzicht op de map om iedereen kapot te maken. Zoals die gast daar. Die ik net aan kapot heb gemaakt. Ja. Je kan een beetje via de zijkanten lopen. En dan gaan wat mensen kapot schieten. Zoals ik zojuist heb gedaan. Kun je nog hierheen. Ik zat er trouwens gewoon een mannetje samen, dat maakt niet uit, joh. En dan doe je zo van, mannetjes, die is dood. Hey! Ja, het is een redelijk moeilijk mapje dit. Want ze staan vaak heel sneaky achter je, in je, op je, door je. Omdat die zo klein is, is er niet echt een heel duidelijke, dit is van jou, dit is van mij. Verdeling aanwezig. Hey, iedereen zit overal, hey! Dit is een ding met een scoopje erop. En dan sta ik toch het liefst gewoon als een echte pussymeister. Sta ik hier bijvoorbeeld. En dan wacht ik tot iemand door zo'n steeg heen loopt. Dan knal ik hem voor zijn bek. Maar het is ook alweer heel laf. Maar ik ben ook wel laf. Ik heb nooit de claims gedaan van. Oh, ik ben echt niet laf. Dus. Mag ook gewoon hoor. Kom maar jongens. Dat was een beetje skeef. Kom op zeg. Hey. Alejandro. Ja, nou moet. Huh? Wat gebeurde daar? Was hij opeens switching sides of zo?
Boom. Ik dacht dat ik dit wapen had. Oh, wat? Hij was eventjes onzichtbaar. Wil je dat niet doen? Shocky. Zou je even niet onzichtbaar willen zijn? Dat maakt het namelijk heel moeilijk voor mij om je te vermoorden. Oh man. Maar die gast zet wel even door. Oh shit. Ik vind het jammer. Dan heeft hij net aan mijn kill gestolen. Oké. Okay. Dat was een goede verdeling van de taken. Gunner was dus opeens van sides geswitcht. Want dat vond hij leuk of zo. Klootzak. Wee. Kom op, Rick. Een man in zijn rug. Sloop hem nou. Ik doe mijn best. Ik doe mijn best soms. I do sometimes my best. Vooral in dit soort maps is het erg kut om enemy leader te zijn, kan ik je vertellen. Want iedereen ziet je overal altijd meegaan. Ach ja. Ach ja. Leuk om de map in ieder geval te laten zien. Jammer dat ik zo kut speel. Ik speel gewoon normaal eigenlijk. Dus daarom heel kut. Alhoewel, de nummer 1 staat op 8. Dus het valt best wel mee eigenlijk tot nu toe. Fuck jou, Gunner. Overloper. Oh, daar is er eentje. Dan ben je aan het schieten en zo. Vatsige vatser! Is dominating you. Boom. Ik dacht even dat ik wat zag hier naast achter op me. Blijf even een beetje rustig gedijst hier zo. Ik loop even via de rechterkant. Even dit ding herladen misschien een keertje. Mag allemaal. Open, 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 open. Ik sneak graag hierheen. Dan kun je er vaak wel eentje in zijn zij pakken. Dat is toch niet beter die er ben. Of die gast bijvoorbeeld. Net niet. Die gast heeft me wel. Of toch niet. Oké, dan. Ja, andere mensen stelen me kills. Maar hey, gaat om het idee soms. Soms gaat het om het idee. Oh, dat is gewoon een vijand, joh. What the fuck? Hoe dan, Gunner? Goede maat van mij. In het kut zijn. Ben ik eigenlijk enemy leader? Van mijn team leader? Nee, nog lang niet. Mooi zo. Oeh, niet in mijn rug schieten, joh. Hè? Yes. Er wordt natuurlijk helemaal niks van zijn afstand met een shotgun. Is still dominating you. Fuck die Blackwood gast, echt. Shotgun, kak. Ga ik hier staan. Schiet ik een beetje kapot met die shotgun. Zo in zijn maag. Bam. Zo doen we dat. Is het potje voorbij? Nee joh, nee joh. Dat dacht ik eventjes. Nee, 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 nee. Dit feest is een feestmaal voor veel langere tijden. Er zat een flikkertje boven, ja. Had ik er eentje? Ik had er eentje, geloof ik. Ik had er eentje kapot gemaakt. Blackwood, eindelijk die gast die midden keer aan het domineren was en zo. Tot maar even gesloopt, voor de zekerheid. Yes. Nee, ik wou door dat rampie. Yes! Oeh, dat gaf een goed gevoel van binnen. Oh, die gast kan ik wel even pakken vanaf hier. Kom je terug. Sprint hij er net vanaf. Shit. Dan word ik in mijn rug genomen in dit moment. Die rode gast. Pats. De rode man. Oh, wat lekker. Ma-ma-ma-ma. I wanna hold them like they do in Texas Place. Kut, ik heb dit wapen weer. Waarom zuig ik hier zo hard mee? Russian roulette ain't not the same without a gun. Waarom is die gast veel beter dan ik ben? Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I like it hard. Show him what I got. Kan ik deze gast in zijn rug nemen? Nee, hij is te laat. Ik dacht, met dit wapen moet je het echt hebben voor dit soort heerlijke kansjes waar je mensen gewoon keihard in hun rug neemt. Maar dat was dus niet het geval. Shocky trekt zijn gouden wapen. Dit is echt een plek waar je neergestoken kan worden door Shocky. Shocky de steker. Want zo is hij. Nou ja, kijk voor deze XL gameplay. Ook voor je er wat aan. Ik heb weinig persoonlijke verhalen kunnen vertellen. Ik heb eigenlijk gewoon alles kapot gescholden. Sorry daarvoor. Excuseer mijn taalgebruik. Ik ga nu mijn mond wassen met Mountain Dew. Bullet. Lipton. Solavita. Fruitnectar. En Clearasil. Nou ja, op het kijken van deze XL gameplay. Veel succes met je leven en je Counter-Strike carrière. Misschien willen je mensen hier meer van zien. Waarschijnlijk niet. Dankjewel voor het kijken. Doei!